Gerardo Henneman bewaart zijn geld veilig in het bakje foelie in zijn keuken. Hij bewaart het grotere papieren geld in het diepvriesvak van zijn ijskast. Handig. 990 gulden precies onder de kokosmat op de eerste verdieping. En 8000 gulden in een oud stoeltje op de vliering. Niemand komt er zo aan, zegt hij. En inderdaad, niemand komt er meer aan.